Hey Thijs, we hebben jou ook als een soort van speciale gast hier, hè? Want je doet nu ook meer dan alleen maar op de bank zitten en chips eten. Dat klopt. Jij bent ook drag queen. Ja, dat klopt. Wat is dat precies? Nou ja, heel makkelijk uitgelegd is het gewoon een gast in een jurk met hakken en een breuk op. Ja, oké, maar... Oh, zo. Gaat goed. Maar wat doe je dan? Ja, ik zie het zelf als een theaterforum en je verkleed jezelf dan. Ja. En in mijn geval ga ik dan een nummer playbacken en daar een leuke show omheen bouwen. Oké. Okay. En waarom? Omdat het kan. Ja, dat is vind ik een hele goede reden hoor. Nee, echt serieus. Ja. Maar ik dacht, ik kan het gewoon een vraag, toch? Nee, ik heb daar zelf nooit over nagedacht, waarom. Dat, oh ja. Ik vond het leuk. Ik zag het. Ik vind het leuk. Ik ga meedoen. Ja, zeker. Ja, nee, want je hebt het ook voor House of Tom Tom gedaan. Ja, klopt. En dan, wat doe je dan precies? Je gaat dan een liedje karaoke doen, want ik ben er wel eens geweest. Je gaat karaoke doen dan. En, ja, nee, karaoke is het niet, hè? Want karaoke, dan zing je zelf mee. Dan zing je zelf. Dan is het playback show. Is het ja, dan meer. Precies. Ah, ja, 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 ja. En wat is nou het leukste precies om drag te zijn? Reacties van het publiek. Ja? Ja. Want toen ik er ben geweest, Rick die was er ook bij. Mensen die gaan gewoon keihard meedoen en het is super gezellig. Ja. Iedereen is hartstikke bezopen. Dat is het allerleukste nog van normaal misschien. Nou, als mensen te dronken worden, dan is het ook niet meer leuk. Nee, oké. Dan wordt het vervelend. Dan gaan precies, mensen slaan precies. En schreeuwen. Ja, nee. En wat is het stomste eraan? De voorbereiding. Ja? Ja, er gaat... Ik ben zelf sowieso al ongeveer 3 uur bezig met de make-up en het aankleden. Doe je dat zelf dan ook, die make-up en zo? Jazeker. Kijk. Oh, dat is top. Ik snap dat niet. Want ik ben vorig jaar daarbij geweest bij zeg maar, al die voorbereidingen. We waren voor het televisieprogramma De Aanloop daar, naar de Vierdaagse. Ja. En inderdaad, zijn mensen gewoon echt 3 uur of zo bezig met hunzelf transformeren. Ja. Waar gaat die tijd in zitten? Want ik denk van, je plamuurt je hoofd dicht, je zet er een lijntje op en je bent klaar. Kijk, weet je, 1,5 uur daarvan gaat al in zitten in roken en kletsen met elkaar. Kijk. Oké. Okay. Ja, het moet wel gezellig zijn. Ja. Hey, maar de rest? Nee, gewoon. Oh, de rest? Nou ja, heb je dit gezicht gezien? Weet je wat je daarvoor nodig hebt om de dichte plamuren? Oké. Maar als ik die film, inderdaad, als je die filmpjes ziet, dan zie je er wel heel anders uit. Ja? Dat is wel zo. Dus je doet wel echt heel veel eraan om jezelf te transformeren. Ja, klopt. Maar op basis van wat kies je dan je outfit uit? Want je kunt iedere vrouw zijn die je wil in principe. Ja, nou ja. Waarom kies je bijvoorbeeld die en niet een supermodel ga ik niet worden. Nou, waarom niet? Als je dat graag wil zijn, dan kun je dat. Je kunt iedereen zijn wie je wil. Ja, maar ik hou niet zo van corsetten. Oh, dat is duidelijk gedaan. Nee, maar om nog terug te komen. Waarom kies je dan voor de look die je hebt daar? Is dat omdat je dat een mooi... In mijn geval is dat gewoon omdat ik mij daar prettig bij voel. Kijk. Ja. Ja. Hey, en ik weet niet... Even tussendoor, wil jij het hebben over je dragnaam? Of ja, dat mag. Oh. Dat mag. Want jouw dragnaam is Tessa Del Rosa. Ja, klopt. Waar komt die vandaan? Nou, de voornaam moest voor mij beginnen met dezelfde letter als mijn eigen naam. De X. De T. Oh, de T. Oké. En het stukje Del is een referentie naar Bianca Del Rio. En dat is een drag queen die ik zie als een groot voorbeeld. En het stukje Rosa... Dat heb ik bedacht toen ik in Nijmegen langs het bejaardenhuis is het volgens mij. Oh ja, Rosa Dalima affietste. En toen dacht ik, hey Rosa, dat past er goed achter. Oh, het heeft niks te maken met de huishoudster van Ludo Sanders. Dat ook kunt, toch? Dat is een goed voorbeeld was. Is die niet dood, die Rosa? Ja, zij is wel dood volgens mij, ja. Ja, boeien. En wat ik me ook afvroeg, heb je wel eens een chance gehad met iemand toen je outfit aan had? Meer dan ik zou willen. Echt waar? Oh, wat grappig. Nee, er zijn wel mensen die je ook wel serieus echt mee naar huis willen nemen. En die weten helemaal niet hoe jij er dan uitziet eigenlijk? Dat weten ze niet. Maar dat is denk ik ook de fantasie waar ze dan op dat moment wild op gaan. Oké, dus het is een soort fetish eigenlijk dan om trek ging schrijlen. Ik denk het. Ik ben er bang voor. Oké, nou leuk. Als je vragen hebt over drek, mag je dat ook even doorgeven via de RN7 app of RN7.nl. Nu kan het, nu wordt alles beantwoord. Ja, en dan behandelen we het zo meteen, drek. Heel grappig, heel leuk. Ja, ja niet net, maar... Sorry. Leuk niet, ik wil een grapje over. Laat grapjes maar over aan mij. Ja. Nou, wat goed!